Eigenlijk was dat voor mij een beetje een zoektocht in het begin. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd, alvorens met fasciatherapie in contact te komen. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk op zoek was naar een opleiding die niet zozeer stukjes of pathologieën ging bespreken, maar eerder een opleiding die de persoon in zijn geheel meer ging bekijken. En dat heb ik wel gevonden.